Het is 9 uur. Goedemorgen. Welkom. Fijn dat jullie er weer zijn. Mijn naam is Linda Bartman en ik werk voor de afdeling geoinformatie bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat gaat over de bovengrond en over de ondergrond. En nu hebben we webinars die voor iedereen bijvoorbeeld die iets moet doen met gegevens over de ondergrond, de broodjes. En we hebben Zonlijns van Zicht op Nederland voor iedereen die werkt met en aan de bovengrondse geoinformatie. Nou, zoals jullie allemaal weten inmiddels, de bovengrond kan niet zonder de ondergrond en andersom. We zullen daarom ook in de toekomst vaker gezamenlijk optrekken. Vandaag verzorgen we dan ook een gezamenlijk webinar. Je zou kunnen zeggen, het wordt een zonnig broodje vandaag. Eerst even wat huishoudelijke mededelingen. Dit webinar wordt opgenomen en is terug te kijken op onze websites en YouTube-kanalen. Heb je een vraag? Stel die dan in de chat. En voor een rustig beeld, je hoort het net al, camera en geluid heel graag uit. En dan gaan we beginnen. Want we gaan het vandaag hebben over een nieuwe werkelijkheid met Roland van der Heijden. Hij is programmamanager Digitale Stad bij de gemeente Rotterdam. Roland, welkom. Je wordt ook wel visionair genoemd. En ik vroeg me af, hoe word je visionair? Oh jee. Nou ja, dat is denk ik een titel die je dan toegeworpen krijgt, gok ik. Maar ik denk dat als je de toekomst je interesse heeft, dan ben je al vrij snel in het land der blinde eenen al koning, denk ik. Dus laten we het daar maar op houden. Oké. Ik voel mezelf niet per se een visionair, maar ik geef toe dat ik het vaker terughoor van anderen. Dus dat is al iets van de kern van waarheid inzetten. Nou, dan ben ik heel erg benieuwd en wij allemaal wat je als visionair hebt bedacht voor Rotterdam. Vertel. Ja, dankjewel Linda. Goedemorgen allemaal. Mijn naam is Roland van der Heijden, zoals Linda al aangaf. Ik zal jullie meenemen in het programma Digitale Stad. Waarom we daaraan werken en hoe we daaraan werken als Rotterdam. En daarvoor zal ik mijn scherm delen. Ja, nog even een reminder voor iedereen die net binnenkomt. Graag je camera ook uit en je geluid uit. Zien jullie mijn scherm? Jazeker. Heel goed. Nou, dan zal ik inderdaad mijn verhaal starten. En dat verhaal dat begint eigenlijk altijd bij wat wij noemen een stad in transitie. Oftewel, we denken dat we naar een hele nieuwe soort werkelijkheid toe gaan. Als stad. En dus ook alles wat daarbij hoort. En dat verhaal dat begint eigenlijk altijd bij wat wij noemen de sociale werkelijkheid. En de sociale werkelijkheid staat voor ons mensen. Hoe wij met elkaar communiceren, interacteren, hoe wij ons gedragen. Hoe we met elkaar samen dingen doen. Wij mensen. Maar we zijn altijd ergens. We zijn fysieke wezens. En we zijn dus altijd ergens in een fysieke omgeving. En tegelijkertijd is die fysieke omgeving continu van invloed op hoe wij ons als mens voelen en gedragen. Ik bedoel heel simpel, we communiceren anders met elkaar als we in de kerk zijn dan wanneer we op de markt zijn. Dus die fysieke omgeving doet iets met ons. En tegelijkertijd zijn we die fysieke omgeving continu naar onze hand aan het zetten. Dus wij proberen die continu de omgeving om ons heen in te richten zoals wij zelf als mensen prettig vinden. Nou, en in de context van de stad zou je dat de traditionele stad kunnen noemen. Zo hebben we eigenlijk onze steden eeuwenlang gebouwd. Wij mensen en de fysieke omgeving om ons heen en de dynamiek daartussen. Die werkelijkheid, die twee werkelijkheden, hoe die op elkaar inwerken, zo hebben we eigenlijk wat onze steden gebouwd. Nou, dan zien we natuurlijk dat er nu iets heel nieuws opkomt. Dat noemen we een digitale werkelijkheid. En voor heel veel mensen is die digitale werkelijkheid eigenlijk vooral een instrument voor een oplossing. Dus de werkelijkheid waarin we leven is nog steeds een sociaal-fysieke. We definiëren onze opgave nog steeds traditioneel sociaal-fysiek. En dan tegen de tijd dat we aan de oplossing toekomen, dan kunnen we met digitaal allemaal leuke scenario's berekenen of data inzetten of slimme oplossingen bedenken. Sorry. Voor sommige anderen is digitaal iets meer dan dat. Ja, en wordt digitaal vooral beschouwd als een soort parallele werkelijkheid. Een werkelijkheid naast de onze. En heel vaak komen er allemaal vervelende dingen uit overgehopt dat je in de digitale werkelijkheid hebt. Ik bedoel, toeslagenaffaire of een datalek. Of nou, er zijn natuurlijk weer ChatGPT. En dat komt dan onze
traditionele sociaal-fysieke werkelijkheid binnen en dan wow, voelen we ons helemaal overvallen en voelen we ook vooral de neiging om ons daar heel erg tegen te gaan verdedigen. En heel erg afwerend te zijn. Dus allemaal leuk dat digitale geweld in die parallele wereld, maar daar moeten we ons vooral tegen verdedigen dat dat niet te veel onze traditionele sociaal-fysieke wereld verstoort. Ja, want die begrijpen we tenminste. Maar goed, onze stelling is dat dat niet langer houdbaar is. Wij denken dat we echt naar een sociaal-fysiek-digitale stad gaan. En die sociaal-fysiek-digitale stad is een andere stad dan de sociaal-fysieke stad, waarin digitaal een instrument is. En zoals je ook ziet, zie je ook twee nieuwe dimensies erbij komen. We hebben dus niet alleen meer een sociaal-fysieke dimensie, maar we hebben ook een sociaal-digitale dimensie. Dat is vooral social media, internet, smartphones, dat soort dingen. Eigenlijk alle footloose dingen die wij als mens digitaal kunnen doen. En aan de andere kant zie je een fysiek-digitale werkelijkheid ontstaan. Nou, dat gaat vooral natuurlijk over IoT, zelfrijdende auto's, slimme stoplichten, dat soort dingen allemaal. Over waar we min of meer, zou je kunnen zeggen, een sensor in kunnen plakken. Nou, en die drie dimensies gezamenlijk, die gaan in onze optiek, hoe die op elkaar gaan inwerken, die drie werkelijkheden met die drie dimensies, dat vormt de nieuwstad. En dat noemen wij een digital urban community, als we die kant op gaan. En in die digital urban community gaan mensen volledig zich bewegen tussen een volledig fysieke omgeving, een volledig digitale omgeving en elke mixvorm ertussen. Denk even aan hoe we hier nu bij elkaar zitten in een redelijk hybride vorm. Online vorm. Dus de dingen die gaan echt helemaal door elkaar lopen. En mensen gaan tussen die werkelijkheden volledig fluïde bewegen. En dat noemen we een digital urban community. En in die digital urban community is digitaal dus niet meer alleen een instrument voor een oplossing. Nee, digitaal bepaalt mede de opgave waar we voor staan. Sterker nog, het bepaalt de context van die opgave. Want de werkelijkheid waar die opgave uit voortkomen gaat veranderen. Dus ik durf de stelling aan dat alles wat wij als mensen hebben ontwikkeld in die traditioneel sociaal-fysieke wereld, alle systemen die we daarvoor ontwikkeld hebben, onderwijs, zorg, woningbouw, mobiliteit, juridisch, financieel, noem ze maar op, al die systemen moeten die transitie door van een sociaal-fysieke naar een sociaal-fysieke digitale werkelijkheid. En wat dat gaat betekenen, ja, dat moeten we dus met elkaar onderzoeken. Maar dat dus dat gaat veranderen, dat staat voor mij vast. Om daar een simpel voorbeeldje van te geven. En dan hoef ik alleen maar naar mijn eigen dochter te kijken. Als ik kijk hoe ik vroeger met mijn vrienden, toen ik een jaar of 18 was, mijn tijd doorbracht, was dat vooral buiten fysiek op dat pleintje. En dan ging ik daar een beetje rond met mijn vrienden. En daar waren we een beetje aan een spelletje aan het spelen. Basketballen als er zo'n netje hing. Wat rondhangen, wat kletsen met elkaar. Misschien wat kattenkwaad uithalen. Hoe dan ook. We brachten onze tijd fysiek door, hangend op dat pleintje buiten. Maar als ik dan nu naar mijn dochter kijk, en ik denk echt niet dat zij de enige is, die is ook 18, die hangt vooral virtueel rond. Achter de computer en dan zijn ze een beetje aan het gamen met vrienden, of ze zijn een beetje aan het chatten, of een beetje gewoon aan het kletsen, of ja, gewoon voor zichzelf dingen aan doen, maar ondertussen toch online met elkaar verbonden. Hopelijk, ik hoop dat ze ook nog een beetje huiswerk maken, of dat het geval is, weet ik niet, maar daar hoop ik dan maar. Hoe dan ook, waar het om gaat vooral is dat gedrag dus heel erg verandert. En als dat gedrag dus heel erg verandert, verandert ook de opgave die eruit voortkomen. Oftewel, hebben we dat fysieke pleintje buiten dus nog wel nodig? Als de jongeren voortaan digitaal rondhangen in plaats van fysiek. Of hebben we dat pleintje juist nodig om de jongeren achter de computer uit te trekken? Geen idee, maar hoe dan ook dat het iets doet met de opgave is wat mij betreft evident. Nou, en daar gaat het vooral om. Dus alle opgaven die we tot nu toe als mensen voelen, kennen, die moeten allemaal die transformatie doen. Nou, en uiteindelijk noemen we dat dan de verschuiving van digitalisering naar digitalisatie. Maar goed, als we het dus hebben over een nieuwe sociaal-fysiek-digitale stad, dan heb je het ook over hoe straks in die nieuwe sociaal-fysiek-digitale stad we met elkaar verbonden zijn. Nou, en als het gaat over verbindingen, dan praten we over infrastructuur. Nou, en onder die nieuwe sociaal-fysiek-digitale stad hebben we dus ook sociale, fysieke en digitale infrastructuren. Nou, en als het gaat over de sociale en de fysieke infrastructuren, nou, dan weten we daar als overheid over het algemeen wel hoe we daarmee om moeten gaan. Daar hebben we in ieder geval jarenlang ervaring in. En wat onze rol daarin is. Maar als het gaat over die digitale infrastructuur, dan is dat een heel ander verhaal. Dan is in ieder geval bij ons de primaire reactie van, oh, maar daar weten wij toch allemaal niks van. Dan moeten we vooral aan de big tech overlaten, want die snappen tenminste waar het over gaat. Wij niet. We hebben toch al niet zo'n fantastische track record op ICT als overheid, dus laten we ons daar vooral maar niet mee bemoeien. Nou, en het is dan zeer de vraag of dat nou een verstandige keuze is. Om dat aan de grote big tech bedrijven over te laten.
De andere kant overigens is ook maar zeer de vraag. Hè? Ik bedoel, als we als overheid dat allemaal zelf gaan doen. Hè? Een beetje het, zullen we zeggen, het Chinese model. Nou, dat roept denk ik ook wel wat kriebels op. Dus dat is denk ik ook niet per se de weg om te gaan. In ieder geval voor mij niet. Hè? Dus dan roept dus automatisch de vraag op. Ja, inderdaad, wat is onze rol als overheid hierbij? Hè? Laat het dan de private markt over? Gaan we het helemaal zelf doen? Of gaan we daar een soort, ja, soort tussenvorm in vinden met elkaar? Nou, en dat is ook natuurlijk een van de belangrijke vraagstukken die we als programma Digitale Stad hebben zien. Is dus in eerste instantie eigenlijk vooral van, ja, we zien die stad verschuiven. Van sociaal fysiek naar sociaal fysiek digitaal. Wat betekent dat? Wat voor stad is dat dan? Dat doet iets met de opgave. Dus wat, hoe verandert dat de opgave, die nieuwe stad? Maar ook, heel belangrijk, welke rol als overheid hebben we daar in die nieuwe stad? Nou, en we denken dus dat we nu door ons met na te denken over dat open urban platform wat we willen ontwikkelen. Want we zien dat open urban platform zien we als een spil in die digitale infrastructuur. Als een manier om al die partijen in de stad digitaal met elkaar te verbinden. Dat open urban platform, daar willen we zeg maar een rol in hebben om dat te ontwikkelen als overheid. Nou, en dan zijn we het aan het uitzoeken. Daar zijn we al een heel eind in overigens. Hoe we dat vorm kunnen geven. Nou, en dat open urban platform uiteindelijk straks, dat gaan we dan bouwen volgens het digital twin concept, zoals we dat noemen. Dus dat wil zeggen, die open urban platform levert een digitale infrastructuur voor de stad. En die digitale infrastructuur zal een digital twin van de stad aan gaan bieden. Nou, en daar kan iedereen dan gebruik van maken. Nou, oké, dat is dan dus de volgende vraag. Als we dus daar een platform hebben wat die infrastructuur levert, dan leveren we in, of regelen we in volgens het digital twin concept. Maar wat is dan een digital twin? En nou ja, er zijn natuurlijk vele definities van digital twin. Je kunt zeggen dat het een containerbegrip is. Iedereen geeft er zijn eigen ding aan. In mijn idee is het in veel gevallen oude wijn en nieuwe zakken. Hoe dan ook, wij hebben voor onszelf de volgende definitie eraan gegeven. En dat is dat een digital twin altijd begint bij wat we dan noemen een slim model van de stad. We hebben dus heel de stad in 3D. En dat geldt dus voor alle gebouwen, voor de bomen, voor de bankjes en ook voor de kabels en leidingen in de ondergrond. De hele rimram hebben wij als objecten in beeld. En omdat het objecten betreft, kun je er data aan ophangen. En omdat je er data aan op kunt hangen, kun je er vervolgens slimme vragen stellen. Nou, dat hoef ik mensen met de GIS-achtergrond natuurlijk niet te vertellen. Maar dat is natuurlijk wel de essentie. Dus het start... Zo slim, digital twins start dus bij het beschrijven van die fysieke stad zoals we die buiten zien. En dat doen we door middel van ons 3D-model. Als je dat dan combineert met real-time data die iets zeggen over het functioneren van die stad. Dus als voorbeeld hier, we hebben vuilnisbakken in ons 3D-model. Daar kun je een sensor in hangen. Dat hebben we gedaan in Rotterdam. Die meet of die vol is of niet. En als je dus die real-time data combineert met die fysieke data van die de stad beschrijven. Dus als je die twee dingen bij elkaar brengt. Dus de beschrijving van de stad plus het functioneren van die stad. En hier heb je dan vuilnisbakken. Maar je kunt ook denken aan hoeveel auto's rijden er door de straat. Of brandt die lantaarnpaal. Of wat zie je de luchtkwaliteit. Of nou, als je al dat soort dingen in beeld gaat brengen. Dan krijg je wat ons betreft een digital twin van de stad. Dus een digital twin is niks meer of niks minder. Zou je kunnen zeggen. Dan een gemeenschappelijke en deelbaar beeld van die fysieke werkelijkheid van die stad. En daarin valt ze op dat wat ons betreft dus een digital twin niet gaat over slimme dingen. Een digital twin, en dat zal dadelijk blijken, is een basis voor slimme dingen, maar geen onderdeel van slimme dingen. En het tweede aspect is dat wij digital twin heel erg zien als een, wat we dan zeggen, een gemeenschappelijk en deelbaar beeld. Oftewel, wij als gemeente zijn niet de enige partij die die digital twin maken. Je maakt dat met alle partijen in de stad samen. Iedereen heeft een stukje van de werkelijkheid. En dat wil je uiteindelijk allemaal bij elkaar zien te brengen. En vervolgens wil je dat met elkaar ook weer kunnen delen en hergebruiken. Dus dat is een belangrijk element daarvan. En, bij jullie is het platform bij jullie in beheer? Nou, dat is inderdaad dus het ding. Het platform is inderdaad niet bij ons in beheer. We hebben dus inderdaad in die PPS-constructie, als het gaat over dat platform, dan blijkt dus dat we hebben namelijk ook een marktconstatatie gehouden. We hebben ook verschillende onderzoeken gedaan. En dan krijgen we dus terug uit met name de markt, maar ook bij andere partijen vandaan. Dat als het gaat over de ontwikkeling van een platform, dan is één ding essentieel om het te laten slagen straks. En dat is vertrouwen. Vertrouwen is het kernelement. En vertrouwen kent heel veel elementen, maar twee daarvan zijn het belangrijkste. En dat is één van deelnemers in dat ecosysteem moeten vertrouwen hebben in elkaar. En ze moeten vertrouwen hebben in de aangeboden infrastructuur.
Nou, als je even kijkt naar de tweede, dat open platform, dat is dus die aangeboden infrastructuur, daar moeten ze dus vertrouwen in hebben en je gaat daarop door. Dan blijkt dus dat verreweg de meeste partijen, met name bedrijven, maar ook andere partijen, er eigenlijk geen vertrouwen in hebben als de overheid zo'n infrastructuur gaat aanbieden. Vinden ze allemaal heel erg leuk, maar daar gaan ze geen gebruik van maken. Want de overheid is niet in staat in hun optiek om een stabiele, constante infrastructuur aan te bieden waar ze daadwerkelijk business op kunnen bouwen. Nee, kijk even naar de gemiddelde open data site van de gemiddelde gemeente. Bedoel, daar staat open data op en er wordt willekeurig wordt wat opgezet, er wordt nooit eens afgehaald, het wordt niet bijgehouden, het wordt nou van alles, het zijn geen API's. Nou, op allerlei mogelijke manieren is dat iets waar bedrijven eigenlijk geen business in zien. Oftewel, als dat dus de ding is, dat je als overheid dus niet zelf moet doen, dan moet je dat dus ook niet oppakken. Nou, we laten het platform daar dus ook bouwen en ontwikkelen door een private partij die dat helemaal geheel in eigen beheer gaat exporteren, dat platform, voor eigen risico. Dus so far, even in die balans, hebben we dus de private, hebben een techbedrijf daarvoor gekozen. Maar een ander element erin blijkt dat als het gaat over alle zaken rondom ethiek, transparantie, betrouwbaarheid van vraagstuk omgang met data, privacy, dan hebben veel partijen juist veel meer vertrouwen in de overheid. Dus wat we nou gedaan hebben, is dus inderdaad de hele exploitatie van een platform bij een private partij neergelegd. Nou, en daaromheen hebben we dadelijk een governance constructie gebouwd in de vorm van een governance board. En die governance board die gaat toezien op wat we dan noemen een verantwoorde exploitatie. Waarin dus alle zaken zitten als ethiek, et cetera. Dus de exploitant pakt in de basis straks alles wat de private partij graag wil doen om zo'n platform te kunnen exploiteren. Tegelijkertijd zal die daar over al die stappen verantwoording moeten afleggen aan die governance board. Die ook het mandaat heeft om bindende uitspraken te doen. Om te zeggen van joh, dit en dit kan wel of dit en dit kan niet. Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld adverteren. Ik bedoel, in principe mag de platform exploitant eigenlijk advertenties gebruiken als een inkomstenbron. Tegelijkertijd zal hij daarover moeten verantwoordelijk afleggen, want mag die coffeeshop bijvoorbeeld ook adverteren in de digitale stad dadelijk of niet? Nou, dat soort dingetjes. Oké. Nou, verder zo'n digital twin natuurlijk, als je die opslaat, dan heb je natuurlijk niet alleen de huidige situatie in beeld, maar ook krijg je natuurlijk fantastische patronen over het verleden, zoals hier bijvoorbeeld de parkeerplaats. En dan weet je niet of die nu bezet is, maar dan weet je ook hoe vaak die bezet was in de afgelopen week, van maandag tot met vrijdag, tussen 6 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds. En dat is natuurlijk interessante beleidsinformatie. Hoe dan ook, een digital twin is dus die beschrijving van die actuele werkelijkheid van de stad. En zoals gezegd, dat vormt dus een basis voor allerlei slimme dingen die je daar vervolgens mee kunt doen. Geen onderdeel van, dat is een vaker gemaakte fout. Dat zeker vanuit als we heel erg vraaggericht gaan werken, zien we dat bij heel veel organisaties. Men vanuit een vraagstuk, oh, we hebben een mobiliteitsprobleem, of we hebben een woningbouwopgave, of we hebben weet ik veel wat. En dan gaan we vanuit die opgave gaan we een toepassing bouwen en daar gaan we dan een digital twin onder zetten. En dan bouwen we voor elke toepassing weer een nieuwe digital twin. Nou, dan heb je in mijn optiek dus geen digital twin. Een digital twin heeft juist als kern dat het een generieke basis is voor allerlei dingen die je doet. Uiteindelijk gaat het om dat je die werkelijkheid probeert te beschrijven. En alhoewel iedereen zijn eigen kijk op de werkelijkheid heeft. Je hebt dus nou, in Rotterdam alleen al 650.000 verschillende views op de stad. We hebben 650.000 inwoners. Maar tegelijkertijd kijken we allemaal naar dezelfde stad. Nou, en die twee dingen, die wil je in zo'n digital twin bij elkaar brengen. Dus een digital twin moet per definitie generiek en silo overstijgend zijn. Als het dat niet is, dan heb je volgens mij de plank misgeslagen met een digital twin. Ik zal de naam van de gemeente niet noemen, maar er is een gemeente in Nederland die op dit moment 6 digital twins naast elkaar heeft staan. En dan heb je dus wat mij betreft geen digital twin. Die toepassingen. Nou ja, we hebben een hele hoop toepassingen aan het werken. Ik laat er hier even een paar dadelijk de revue passeren. We zullen natuurlijk toch hier over ondergrond hebben, is natuurlijk vooral de ruimtelijke kant van de opgave is natuurlijk het interessantst. Dus we zijn bezig met de omgevingswet voor een toepassing die heet de vergunningcontroleservice, hoe je slimmer vergunning kunt afgeven. We hebben een project dat heet co-creatie in de digitale stad. En dat gaat om hoe kun je nou nieuwe digitale hulpmiddelen en technieken gebruiken om bewoners uit veel laagdrempeliger, veel beter geïnformeerd mee te nemen in complexe vraagstukken die spelen in een omgeving. Want wij denken dat heel vaak participatie achterblijft, omdat namelijk de informatievoorziening voor die bewoners gewoon vaak slecht is. Pak even een gemiddeld bestemmingsplan om als voorbeeld te nemen. Ik kom er dadelijk nog op terug. Het plaatje zie je hier al, daar staan overigens linksboven. Een bestemmingsplan zoals we dat nu in traditionele vorm maken, dan zijn dat hele dikke papieren boekwerken met 2D plankaarten met allemaal kleuren en arseringen overheen en verwijzing naar juridische artikelen. Oftewel, er komt de gemiddelde burger totaal niet uit. En ik kan dat zeggen zelf, vind ik, omdat ik zelf planoloog ben. Ik heb zelf in het verleden bestemmingsplannen gemaakt. En ik weet wat voor gedrochten dat zijn.
En daar kun je eigenlijk een burger niet mee lastigvallen. Maar goed, dat is onze huidige werkelijkheid. Dat kun je 3D op een heel andere manier visualiseren en veel meer inzichtelijk maken wat er nou daadwerkelijk in staat. Nou, en dat plaatje linksboven laat zien bijvoorbeeld, heel simpel, hoe je bouwhoogte kunt visualiseren. En wat is de frequentie waarop de data van real-time wordt ververst? Dat ligt heel erg aan de data. Okay. En aan de bronhouder. Dus de bronhouder bepaalt zelf welke data die aanbiedt onder welke condities. En of het regelmatig ververst wordt. Kijk, om er een voorbeeld te noemen, de bewoning, de 3D-model, zo'n gebouw, ja, dat staat al 1500 jaar. Dus de 3D-model zal niet elk moment ververst hoeven worden. En als het gaat over die sensoren in die vuilnisbakken, die worden elke 15 minuten vervangen. Of vervangen, ververst. En als het gaat eigenlijk over data van stoplichten, of ze op groen of rood staan, ja, op het moment dat ik het heb uitgesproken, is de data alweer verouderd. Dus dan zullen we toch, dan zul je naar veel hogere frequentie moeten. Dus uiteindelijk gaat het idee is dat je de werkelijkheid beschrijft. En afhankelijk van het soort data dat je hebt, is de verversingsgraad van die data hoog of minder hoog. Afhankelijk van in hoeverre de actuele werkelijkheid nog steeds beschrijft. Nou, verder werken we ook aan een digital twin voor duurzaamheid. Het gaat over, heel erg belangrijk, want we hebben het over toepassing natuurlijk op basis van een digital twin. Maar het gaat ook over heel erg, wat zijn nou eigenlijk goede data voor een digital twin? En wij zeggen, het moeten wat we dan noemen generieke, schaalbare en beheerbare databronnen zijn. Die fair moeten zijn, zoals we dat noemen, findable, accessible, interoperable en reusable. En niet dus de willekeurige Excel'tjes die we graag als bijlage doorsturen naar collega's. Dat zijn geen goede databronnen. Nou, verder werken we als SAFE met de veiligheidsregio over hoe we de fysieke veiligheid in de stad kunnen vergroten door de brandweer. Zeg maar over een betere informatiepositie te geven. Havengeluiden werken we aan, onder andere. En ook nog wel een interessante, we werken ook nog aan een regionale samenwerking met Den Haag en de provincie Zuid-Holland. Die heet Grenzeloos Datalandschap. En het idee erachter is eigenlijk dat we dus zien, wij in Rotterdam zijn dus bezig met de platform te ontwikkelen. Den Haag is daarmee bezig, de provincie is daarmee bezig, er zijn meer partijen mee bezig. En laten we nou eigenlijk kijken, kunnen we nou niet meteen, nu we dit opnieuw aan het opbouwen zijn, meteen zorgen dat we over onze eigen grenzen heen straks ook met elkaar verbonden zijn. En niet dat we eigenlijk weer onze nieuwe silo's aan het bouwen zijn. Dus het idee is uiteindelijk om die platform zo te ontwikkelen dat we straks over onze eigen grenzen heen ook met elkaar data kunnen uitwisselen. Oftewel dat we dus een grenzeloos datalandschap krijgen. De kern erachter is interoperabiliteit en dan vooral data-interoperabiliteit. Dat is ook trouwens de kern van het OEP, maar daar ga ik nu qua architectuur verder even niet op in. Maar dat is een van de architectuurprincipes. Er staat, ik zal net de data marktplaats en Olja Vos die wil graag weten, wat houdt dit in? Ja, dat zijn dan toch een klein stukje architectuur. Ja. Wij bouwen dat platform op rond volgens wat we dan noemen de MIM en PPI principes. Nou, MIM en PPI is heel ingewikkeld. Minimal Interoperability Mechanisms en Pivotal Points of Interoperability. Nou, snel weer vergeten. Waar het op nagaat is dat je eigenlijk zeg maar veel meer het idee van data laten stromen centraal stelt. Om data laten stromen centraal stellen moet je afspraken maken over de taal waarin je data met elkaar uitwisselt. En software moet daarin volgend zijn. Nu is het steeds omgekeerd. Nu schaffen we vaak eerst onze software aan. Die gaat vervolgens dicteren met welke datatype we overweg kunnen. Terwijl dat andersom zou moeten zijn. Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar wij hebben als gemeente bijvoorbeeld vrij recent nog de Microsoft Azure omgeving aangeschaft. Nou, en dan hebben we dus die omgeving. En vervolgens moeten we gaan uitzoeken hoe dat nou eigenlijk zit met coördinatenstelsels en geodata in Azure. Want dan blijkt dat toch allemaal nog niet helemaal zomaar vanzelfsprekend te gaan. Nou. En dat is natuurlijk raar, want we hebben al sinds mensenheugenis hebben we geodata, daar willen we graag iets mee doen. Dus hoe kan het dan zijn dat je een stuk software aanschaft waarvan je aan de voorkant niet weet of je daarmee overweg kan? Nou, het blijkt achteraf allemaal gelukkig mee te vallen. Maar het feit dat je dus eerst de software aanschaft en dan pas die vraag stelt, is wat mij betreft nog steeds de omgedraaide wereld. Dus we moeten de data en de datastromen centraal stellen en de software moet zich daarop aanpassen en niet andersom. Nou, ik zal geen merknamen noemen hier, maar we hebben nog een hele grote gistleverancier, die heeft er ook een handje van. GDB's en shapes en dat soort formaten. Ik zal er wel niet dieper op ingaan. Maar dat even terug naar dat gaat nog niet over de marktplaats. Dat gaat over het principe dat we dus zeggen van data moet laten stromen. En we bouwen dus losse software componenten die steeds zeg maar, afgewisseld worden door centrale data uitwisselpunten. Waarin je met elkaar afspraken gemaakt hebt. Dus ik wissel data uit, daar gaat nou een stukje software. Die doet daar iets mee en die moet het dan weer in een open data standaard terugleveren. En dan gaat hij naar het volgende stuk software die er iets mee doet. En dan moet hij dit terugleveren in open format. Nou, die stukje software ertussen, dat noemen we de MIMS.
En het platform hebben we opgebouwd rondom een elftal MIMS uiteindelijk. Een elftal stukjes functionaliteit, stukjes software, waarvan wij zeggen dat die gezamenlijk dadelijk het platform gaan, gaan vormen. En daartussen zitten dus die gestandardiseerde taal, data uitwisselpunten. Nou, een van die MIMS is dus de datamarktplaats, omdat je straks met elkaar ook data wil kunnen uitwisselen. En dan heb je dus vraag en aanbod moet bij elkaar gebracht worden. En dan moet er ook gecheckt worden of iemand voldoet aan de credentials die de bronhouder heeft meegegeven. Het platform zelf gaat in de basis geen data opslaan. Er komt wel een functionaliteit voor partijen die dat willen, maar in principe is dat geen standaard. Dat de data worden opgeslagen in het platform. En de bronhouder heeft dus zelf aan welke voorwaarden voldaan moet worden voordat iemand toegang krijgt tot zijn data. Nou, en in de marktplaats breng je de vraag en aanbod dat omheen bij elkaar. En kun je dus ook aangeven wat de credentials zijn waar iemand aan moet voldoen om te kunnen zien of die toegang krijgt tot die data. Opslag is alleen de functionaliteit van databronhouders die het zelf niet willen opslaan, maar die graag willen dat het platform voor hun dat doet. Maar kan een provincie of het Rijk, en we willen dingen opschaalbaar maken in ons land voor beter overzicht. Kan de provincie bij jullie dan ook data ophalen? Ja, want dat is dus precies natuurlijk het grenzeloos datalandschap als samenwerksvorm waarin we dat ook proberen te onderzoeken hoe dat dan moet. Nou, en de kern daarvoor is dus die data-interoperabiliteit. Op het moment dat je bij de bron al afspraken maakt over de open taal waarin je die data met elkaar gaat uitwisselen. Pak bijvoorbeeld als het gaat over GIS-data, CityGML bijvoorbeeld voor 3D-modellen. Of WFS, WMS bijvoorbeeld voor data. Als je op die manier data aanbiedt, kan elke partij die die data wil gebruiken, die data dan, als hij voldoet aan de credentials, kan hij die data gewoon gebruiken. Want hij weet aan de voorkant al in welke format hij die data krijgt aangeboden. Namelijk altijd in een open, wat we dan noemen open welnaam standaard. Dus CityGML in het geval van GEO, of WMS, WFS, of IFC in het geval van BIM, of Sensor Things in het geval van sensordata. En doordat je dus afspraken maakt over de taal waarin je data met elkaar uitwisselt, kun je dat eigenlijk eindeloos blijven doorkoppelen. En hoe eerder je dat al bij de bron doet, hoe meer flexibiliteit er voor die dataset in zit. Nou, dat is ook het principe waarin we nu eigenlijk een hele keten bezig zijn. Dus we hebben in Rotterdam intern dadelijk ons eigen platform. Dan hebben we het OUP, wat buiten de organisatie staat. Dus voor de stad is een platform. Dan hebben we dadelijk op regionaal niveau, zijn we met de provincie Zuid-Holland bezig met een platform. En we zijn ook betrokken bij de NDTFL, de Nationale Digital Twin Fysieke Leefomgeving. Waarbij je eigenlijk allemaal via dezelfde interoperabiliteitsgedachte die hele keten, opzet. Dat is dezelfde intro rondom data. Dus uiteindelijk wordt dat één heel groot schaalbaar verhaal. Ja. Jullie hebben ook allerlei objecten natuurlijk bedacht hoe je die in je digital twin kwijt wil. De gemeente Utrecht zijn ook een 3D-kaart van de ondergrond aan het maken. En daar zitten ook de parkeerkelders in. En ook eens een vraag, hebben jullie die ook in de digital twin staan? En welke bronnen heb je daarvoor gebruikt? We hebben nu nog geen parkeerkelders in onze digital twin zitten. Om de doodsimpele feit dat ik op dit moment niet weet of bij ons de afdeling basisinformatie erover gaat, de daadwerkelijk bezig is 3D-kelders te hebben in datavorm of niet. Zij zijn voor ons de databronhouder van een 3D-stadsmodel. En alles wat zij daarin beheren, nemen wij over in onze digital twin. Daarin zitten dus op dit moment nog geen parkeerkelders, maar wel kabelsleidingen in de ondergrond. Maar ja, ook die mogen we weer niet allemaal, want natuurlijk nog een deel is gesloten data. Dus alleen een deel van open kunnen wij hier nu in aanbieden. Gesloten zal straks pas in de late fase worden aangeboden. En dan zullen dit soort dingen worden uitgebreid. Dus op het moment dat bij ons parkeerkelders bij basisinformatie worden ingemeten als een object, en ze daarmee in het stadsmodel komen, dan komen ze ook automatisch bij ons in de digital twin. Maar zitten er nu nog niet in. Ik ga nog even door met een paar vragen over je digital twin, voordat je verder gaat. Onze collega bij TNO wil ook graag weten of de grondwatertemperatuur onderdeel is van de digitale stad. Op het moment dat die data daarover beschikbaar zijn, hetzelfde verhaal met die data erover beschikbaar zijn, ja. Maar er moet dus een bronhouder zijn die data heeft en die moet die dus ook aanbieden. Ja. En of daar ligt data. Wij bieden de infrastructuur. Oké. Maar wij zijn zelf geen bronhouder. Wij bieden een infrastructuur. En uiteindelijk, en daar zijn we natuurlijk met allerlei partijen mee bezig. Zowel intern als extern.
Om te kijken, joh, jullie hebben interessante data, wil je die ontsluiten? En aan de andere kant zijn we bezig met alle interessante partijen die daar heel slimme dingen mee kunnen doen. Van joh, als deze data wordt aangeboden, kun je dat, nou ja, dus dat proberen we bij elkaar te brengen, dat ecosysteem met al die partijen. Dus zowel bronhouders als gebruikers van data. Waarbij we in de toekomst overigens allebei beide zullen zijn, zowel bron als gebruiker van data. Maar ook die proberen we dus bij elkaar te brengen in het ecosysteem en ze te verleiden, zeg maar, als ze data aan te bieden hebben, die aan te bieden. Maar ja, daar zijn we wel afhankelijk van. Ja, en gebruiken jullie linked data? Meer en meer, ja. Bijvoorbeeld de vergunning controle service, daarin werken we nu heel nadrukkelijk met linked data. Ja. Ja. En het platform zal dadelijk in ieder geval, zoals we dat tegenwoordig mooi noemen, linked data ready zijn. In hoeverre we daadwerkelijk wel veel linked data zullen gebruiken, zal ook daarmee weer afhankelijk zijn van bronhouders. Maar vooral ook daar meta-informatie zal wel via linked data vindbaar worden. In de via linked data principes. En Jos van Heijden wil graag weten hoe je georganiseert dat de geautomatiseerde informatie ongeveer 50 jaar, dat je die kan blijven gebruiken. Nog een keer, want ik weet niet of de vraag helemaal goed begrijp. Hoe organiseer je dat de geautomatiseerde informatie pak een beet 50 jaar gebruikt kan blijven worden? Ja, de digital twin gaat over actuele informatie en vervolgens ga je de geschiedenis opslaan. Ja, en dan krijg je op een gegeven moment natuurlijk een soort archieffunctie. Dus nou ja, daarin zijn we overigens wel bezig in het gesprek met het gemeentearchief om te kijken wat daarin moet vanuit gemeentelijke optiek. Uiteindelijk is het denk ik aan ook een fabrikant of een bedrijf die dit platform exporteert om te kijken of die hier een soort history of geschiedenisdatabase op kan bouwen. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat dat nog niet een element is waar we op dit moment heel erg kijken. We proberen zo goed en kwaad mogelijk de huidige werkelijkheid te beschrijven. En die kun je vervolgens opslaan. De archiveringsafspraken eromheen, die hebben we op dit moment anders dan de gesprekken met het gemeentearchief hebben. Daar zijn we daar nog niet mee bezig. Je gaat straks nog wel een paar praktische voorbeelden geven. Maar er wordt een vraag gesteld over of je wat meer kan vertellen over de meerwaarde van de hulpdiensten. Ja, over safe dan met name. Dat lijkt me dan. Voor mij komt die ook voorbij zo. Dus dan, okay. Ik ga nu de toepassing bespreken. En anders kom ik daar nog even op terug op safe. Yes. Dat is met de hulpdiensten. Als we de digital twin hebben als basis voor nieuwe slimme toepassingen. En je kijkt vanuit die gedachte naar het ruimtelijk ontwikkelingsproces in de stad. Dan kan dat proces er dus heel erg anders uitzien. Nou, daar zijn we dus ook druk mee bezig. Dat proces dat begint bij het Open Urban Platform met de Digital Twin. Waarin we dus de huidige werkelijkheid van de stad beschrijven. En in dit geval natuurlijk moet die huidige werkelijkheid alle relevante data bevatten die we nodig hebben voor ruimtelijk ontwikkelingsprocessen. We komen daar ook op het punt dat we dat voor elkaar krijgen met elkaar om de digital twin die data te laten bevatten. Nou, en als we dus die digital twin op die manier een werkelijkheid hebben laten worden, dan kun je dus bedenken dat als je daar je datagedreven ruimtelijke spelregels, ofwel je slimme bestemmingsplanregels aan toe kunt voegen. Op dit moment maak je natuurlijk bestemmingsplannen nog op papier. Ik heb net het voorbeeld al van die bouwhoogte genoemd. Daar hebben ze een bestemmingsplan als uitgetypt dat je hier 75 meter hoog mag bouwen. Staat dan ergens een stuk tekst. Maar je kunt er ook een algoritme van maken. En als je van al die bestemmingsplanregels nou slimme regels maakt, dus geen domme papieren getypte regels, maar daadwerkelijk algoritmes, dan kun je ze in een systeem zetten en kun je dus daarmee dingen gaan doen. En als je dus je huidige werkelijkheid hebt en je kunt daar je slimme spelregels aan toevoegen, uit met name je omgevingsplan over hoe die stad mag veranderen, dan zou je kunnen zeggen, daarmee creëer je dus een beeld van de toegestaande werkelijkheid van die stad. En je hebt de huidige werkelijkheid in beeld, je voegt daar de bestemmingsplanregels aan toe over hoe die stad mag veranderen en dan krijg je dus een beeld van hoe die stad mag worden. Daarnaast heb je het traject van initiatief. Je hebt iemand die iets wil in die stad. Een ontwikkelaar wil een gebouw neerzetten. Nou, en dan wil je dus weten wat dat gaat doen. Nou, dat kun je dus doorrekenen aan de hand van slimme software. Je kunt dat gebouw in die digital twin plaatsen. Je kunt met slimme software de effecten van die gebouwen van het gebouw doorrekenen op zijn omgeving. En je zou kunnen zeggen dat je daarmee een beeld creëert van de voorgestelde nieuwe werkelijkheid.
Als we dit gebouw gaan bouwen, dan gaat de stad er zo uitzien. Die twee kun je natuurlijk met elkaar confronteren. Dit is wat mag, dit is wat wordt voorgesteld. Past dat met elkaar? Nou, dan heb je drie mogelijke uitkomsten. Waarvan ik zou eigenlijk zeggen, en daarbij hoort natuurlijk ook nog wel participatieproces, niet te vergeten. Maar hoe dan ook, je hebt drie mogelijke uitkomsten. Nee, het plan past niet. En we vinden onze spelregels eigenlijk wel helemaal oké. Dus ontwikkelaar, pas je plan maar aan. Nee, het past niet. Maar we vinden het plan eigenlijk zo fantastisch dat we bereid zijn onze spelregels op aan te passen. Of ja, het past. Nou, en in het geval van ja, het past, dan hebben we dus een vergunde nieuwe werkelijkheid. Dit mag er gaan komen nu. Is nog lang niet altijd hetzelfde als daadwerkelijk dat het er staat. Er zijn heel veel situaties waarin vergunningen worden afgegeven en dat het zeker 3 jaar duurt voordat een gebouw er komt. Soms komt het gebouw er zelfs helemaal niet. Maar hoe dan ook, als het op een gegeven moment gebouwd is, dan wordt het onderdeel van onze huidige werkelijkheid en begint het verhaal eigenlijk weer opnieuw. Nou, als je op deze manier hier naar kijkt, dan zie je eigenlijk dat die groene boxjes, die groene doosjes die daar getekend zijn, dat zijn eigenlijk werkprocessen. En die dingen eromheen, die gekleurde vierkantjes eromheen, dat zijn eigenlijk beelden. Nou, en die werkprocessen, daar gaat het natuurlijk om. En daarvan zeggen we eigenlijk als overheid op dit moment van, nou, als het gaat over die slimme softwareberekeningen, dat doorrekenen van het effect van het gebouw, dan mag de markt, zeker in eerste instantie, mag de markt mooi zelf oppakken. Dat vinden we niet primair een rol voor de overheid. Als het gaat over die andere drie, dan is dat een ander verhaal, waarbij natuurlijk vergunningen en spelregels heel veel met elkaar te maken hebben. Nou, wat op dit moment aan het doen zijn dat we dus nu twee concrete toepassingen aan het ontwikkelen zijn. Eén op die toetsingsaspect en één op het participatieproces. Om te kijken van, joh, kunnen we dit proces op die manier dan ook gaan inrichten? De datagedreven ruimtelijke spelregels hebben we nu nog geen toepassing voor. En dat heeft eigenlijk met name als belangrijkste reden dat de betreffende afdeling die daar verantwoordelijk voor is, op dit moment daar nog wel moeite mee heeft om daarmee aan de slag te gaan. En daar zitten dan met name, ja, wat wij dan maar noemen, heel veel organisatorische en culturele barrières achter, die ervoor komen dat die afdeling daar nu op dit moment open voor staat. Dus we doen dat nu wel vanuit de afdeling bouw- en woningtoezicht. Dus vanuit de toetsende kant proberen we die spelregels in beeld te krijgen. Maar uiteindelijk zou je liefst willen dat de afdeling die plannen maakt, daar zelf al meteen bij design mee aan de slag gaat. Nou, zover zijn we nog niet. Toch is iets over die vergunning controle service. Ik weet niet of ik mijn geluid aan heb staan, anders laat ik de projectleider zelf daar even iets over vertellen. Ja. Oh. Ik hoop het. Even opnieuw. Ik ben Rolf Jonker en ik ben projectleider van de pilot vergunningen voor Digitale Stad. Waar wij nu staan, alles om ons heen staat in de Digitale Stad. En in dit stukje stad worden twee nieuwe gebouwen geplaatst. En dat is handig omdat de Digitale Stad kan toetsen of de afstanden tot de gebouwen voldoende zijn, of er genoeg parkeerplekken in de buurt aanwezig zijn. Die nieuwe manier gaat uit van een bouwende partij die een 3D-model heeft van wat hij in de toekomst wil maken. En momenteel maakt hij daar tekeningen van die wij dan toetsen. En op de nieuwe manier levert de bouwende partij een 3D-model van het gebouw. En die we dus ook in onze 3D-digitale stad plaatsen. En op die manier toetsen of die voldoet aan onze voorwaarden. En of het een goed gebouw is dat goed in de stad past. Ja, en om dit voor elkaar te krijgen werken we samen met heel veel partijen. We werken samen met onze afdeling basisinformatie, die heel goed is in die stad in data vangen. Bouw- en woningtoezicht, die echt die toetsen doen. De partij die echt de toetsen opstelt, dus die ons beleid maakt, onze omgevingsplannen. Het ingenieursbureau en bouwende partijen die heel veel afweten van hoe je een model maakt van een toekomstig gebouw. En we werken samen met kennisinstellingen als het gaat over hoe je wetteksten naar data kan brengen. Dat zijn veel partijen die samenwerken, maar we hebben elkaar echt nodig om dit voor elkaar te krijgen. Wat we willen doen in deze pilot is eigenlijk kennis opdoen voor de omgevingswet. Zodat alles wat we hier leren in de toekomst toegepast kan worden in Rotterdam en ook wellicht in andere gemeenten. Het voordeel voor de Rotterdammer is dat het eigenlijk een betere dienstverlening is vanuit de gemeente Rotterdam. Waarin je sneller zou kunnen zien of bijvoorbeeld een aanbouw, iets waar je een vergunning nodig hebt, zou mogen. Het proces van toetsen daarvan ook versneld. En ook voor bouwende partijen, echt de grote bouwende partijen die bijvoorbeeld torens maken, proberen we het proces gewoon te versnellen en ook sneller Rotterdam mooier te maken. Maar het is niet alleen efficiëntie, het is ook wellicht beter omgaan met je materiaal. Dat is ook imago.
op het moment dat wij richting een bewoner gaan en zeggen dit is het gebouw wat hier komt en dat is een 2D technische tekening, dan vind ik het al soms moeilijk om het te lezen terwijl ik een ingenieur ben. En als je daar een 3D-model van kan tonen, dan betekent dat ook veel meer voor het begrip dat je bij Rotterdammers hebt voor wat daar gebouwd gaat worden. Zowel bij onze collega's als bij mensen die niet in het vakgebied zijn. Omdat we dus in Rotterdammer echt een beeld kunnen geven van hoe gaat dat gebouw er in de toekomst uitzien. Zodat we dat zelf ook goed zien, zodat we betere toetsen kunnen doen, sneller toetsen kunnen doen. Ja, daarom word ik enthousiast. Nou, dat was dus een toelichting van Rolf Jonker op het project. En natuurlijk heel interessant dat je ook hier natuurlijk ook ziet hoe uiteindelijk heel nadrukkelijk die boven en die ondergrond met elkaar verbonden zijn. Hè. Ik bedoel, als je dit soort toetsingen gaat doen, dan hoort daar het complete beeld van de fysieke werkelijkheid buitenbij. Met zowel boven als ondergrond, om uiteindelijk tot een goede controle te komen. Ja, voor zover even de vergunning controle service. Even. Oh. Zo. Een andere toepassing waar we aan werken is co-creatie in een digitale stad. En het basisidee erachter is dat je mensen door ze veel beter te betrekken bij het vraagstuk waar het over gaat. Zodat we veel met nieuwe digitale hulpmiddelen en technieken zeg maar, veel beter kunt voorspiegelen van de daadwerkelijke opgaves in een bepaald gebied. En daardoor mensen zich dus beter geïnformeerd voelen, beter snappen waar het over gaat, kunnen ze ook beter participeren. En daarom hebben we een toepassing ontwikkeld die in eerste instantie zich nu richt op inrichtingsvraagstukken. We zijn er ook eentje mee bezig voor duurzaamheidsvraagstukken, maar nu in eerste instantie op inrichtingsvraagstukken. En zoals je op dat videootje ook ziet, we hebben verschillende pilots gedaan. En hier zie je een videootje van een pilot waar we gedaan hebben bij het plein Het Landje in Rotterdam. En de herinrichting van een plein. En hebben aan die bewoners gevraagd, willen jullie meedenken en meeontwerpen aan de herinrichting? Nou, en die tool die biedt die bewoners dus, die begint met die bewoners een 3D canvas te bieden. Waarop ze zeg maar hun eigen omgeving als herkenbaar terugzien. Waardoor ze het gevoel hebben van, ik snap waar ik naar kijk. Want ze zien hun eigen huis en ze zien het pleintje voor hun deur en ze snappen het. Nou, vervolgens kunnen ze daar aan gaan ontwerpen. En daar hebben we dan een ontwerp toolbox voor. En die heeft een relatie weer met onze eigen asset management toolbox van de gemeente. Dus de objecten die mensen kunnen plaatsen, die wipkippen of die schommels, die komen dan ook weer overeen met wat we als gemeente daadwerkelijk in onze asset management gebruiken. Nou, op die manier kun je dus het bewoners zelf ontwerp laten maken. Met een speeltoestel neer te laten zetten. Bankjes, bomen, vuilnisbakken, whatever in dat ontwerp mogelijk is. Je kunt die bewoners er ook in begeleiden. Met wat we dan noemen gamification of spelprincipes. Het meest simpele voorbeeld daarvan is budgetrestrictie. Dus bij elke wipkip die wordt geplaatst, wordt het budget minder. Nou, en hartstikke leuk dat u nu nog die schommel wil neerzetten. Maar het geld is op, dus dat gaat nu niet meer. Dus op die manier kun je daar mensen in meenemen. Een ander voorbeeld, daar heb je het weer, is mensen willen ergens een boom zetten, maar er zitten kabels en leidingen in de ondergrond. Oh, dat kan dus niet. Dus het systeem geeft dan terug, nou hier gaat het niet, maar als je hem 5 meter naar rechts zet, kan het wel. Dus op die manier zie je dus, kun je die bewoners meenemen van wat nou eigenlijk de complexiteit van zo'n opgave is. En kunnen ze dus aan de hand daarvan, kunnen ze zelf dus ontwerpen maken. Nou, uiteindelijk kunnen ze die ontwerpen ook van elkaar zien en van elkaar beoordelen. Tenslotte kunnen ze buiten op het plein, is dan een QR-code aanwezig. En dan kunnen ze die QR-code scannen. En dan kunnen ze één of meerdere ontwerpen op dat plein met behulp van augmented reality daadwerkelijk als 3D zien verschijnen voor hun op het plein. Nou, en wij denken dat dat soort dingen echt heel erg helpen om mensen mee te nemen en veel meer gevoel te geven van wat nou de opgaven zijn bij zo'n inrichting. Maar ook wat de daadwerkelijke effecten daadwerkelijk op zo'n plein zijn buiten als ze rondkijken. We krijgen ook terug dat heel veel mensen dat dit echt nieuwe doelgroepen aanboort ook bij participatie. Oh, wacht even. Je had het net over helemaal in het begin over dat andere plein waar je dan over moet gaan nadenken. Hoe kom je hier nou tot een andere gedachte over de inrichting van een plein? Want lijkt mij wipkippen, bomen, fonteinen en zo. Dat lijkt mij logische dingen. En misschien wil je als Rotterdam wel precies daar
iets wel of niet. Wat met je de hele drie werkelijkheden bij elkaar te maken heeft. Nou ja, een mooi voorbeeld. Hè, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je dit plein zegt. Van, joh, hè, die jeugdvertegenwoordiger die wil hoe dan ook wifi. Dus als we dat naar dat plein willen trekken. Dan moeten we op een of andere manier iets doen met, weet ik veel, met digitaal daar naartoe brengen. Op de een of andere manier, weet ik veel, Pokémon. Moeten we daar Pokémons laten rondlopen of weet ik veel wat over het plein. Daar kun je natuurlijk over nadenken. Dat kan dus een onderdeel van de ontwerpopgave zijn. Van hoe maken we dit plein van een sociaal fysiek plein naar een sociaal fysiek digitaal plein. Een aantal jaar terug, dat is er helaas niet van gekomen, waar we echt nog te ver de tijd vooruit hebben. Dat die dus dezelfde discussie had daadwerkelijk bij de inrichting van het museumplein in Rotterdam. Want het museumplein gaat helemaal op schop. Ging helemaal op schop, dus nu grotendeels klaar. Werd heringericht. En wij hadden toen zoiets, een collega van mij die met Smart Cities bezig was en ik, van joh, hoe mooi zou het zijn als we nou hier alvast een soort digitale infrastructuur in het plein zouden kunnen laten aanleggen. Waar je vervolgens, het is museumplein, ligt tussen twee musea in, kunstenaars kunt uitnodigen om met dat concept aan de slag te gaan. Wat betekent dat nou sociaal, fysiek, digitaal? En laat die kunstenaars daar dan eens mee spelen in zo'n openbare ruimte. Om na te gaan denken van, weet ik veel, dat je er kunstwerken naast een fysieke kunstwerk neerzet die iets digitaals doen. Of dat je alleen maar met digitaal een bepaald kunstwerk kunt zien verschijnen. Of weet ik veel wat, hoe dan ook, dat ze zijn kunstenaars. Maar het spelen met die dimensies. En daarvoor moest dan wel een infrastructuur worden aangelegd. Nou ja, dat was op dat moment een stap te vroeg. Daar kregen we toen de handen niet voor op elkaar. Maar je kunt dat dus bij dit soort vragen, zou je er inderdaad aan het begin veel beter over na kunnen denken. Wat betekent dat nou en wat doet dat dan met de opgave voor zo'n pleintje? Hè? Moet dat plein dan überhaupt nog wel heringericht worden? Of als we toch gaan herinrichten, wat zijn dan de herinrichtingsopgaven vanuit die nieuwe werkelijkheid bekeken? Dat betekent wel heel veel collega's meenemen in deze gedachtegang. Ja, dat denk zeker. Ik. Ja. Nou, het is dus ook, de essentie is natuurlijk ook dat wat ooit oud-directeur al tegen mij zei, bij dit soort innovatietrajecten gaat het voor 25% over inhoud en techniek en het gaat voor 75% over culturele en organisatorische barrières en veranderingen die nodig zijn. En barrières waar je tegenaan loopt. En dat is hier ook. Ik bedoel, de inhoud en techniek, dat klinkt allemaal ingewikkeld, maar dat is uiteindelijk het makkelijke deel van het verhaal. Ik bedoel, het echte ingewikkelde zit in die organisatorische en culturele verandering die nodig is. Ja. Doe in ieder geval nog even safe met het oog op de tijd. De digital twin onder water wilde ik ook nog wel even voorbij laten komen. Okay. Want we hebben niet alleen, als we denken aan ondergrond, dan denken we vaak aan de fysieke, de harde dingen, zeg maar. Maar er is ook een hele onderwaterwereld. Met name ook voor de hulpdiensten heel interessant. Nou, we werken ook samen in een project met onder andere dan havenbedrijf, politie, defensie. Om dingen bij elkaar te brengen. En dan zie je dus wel heel erg grappig, want al die partijen waar we mee samenwerken hebben allemaal een eigen 3D-model, in dit geval van bijvoorbeeld de Maastunnel in Rotterdam. Een grote tunnel die onder het water doorloopt. Maar als je die dan die data bij elkaar brengt en ze dus over elkaar heen legt, dan hebben we ook vier verschillende ingangen van de Maastunnelmonding, die op vier verschillende plekken ligt. Terwijl in werkelijkheid ligt het toch maar op één plek. Dus dan zie je ook meteen weer dat op het moment dat al die instanties hun eigen dingen gebruiken, hun eigen werkelijkheden gebruiken, en zolang ze dat in hun eigen werkelijkheid zitten, is dat misschien niet eens een probleem. Op het moment dat ze die werkelijkheden over elkaar heen gaan leggen, dan zie je dus meteen dat er allerlei dingen en ik niet meer gaan kloppen. Nee, want dan is die van de brand toch echt ergens anders dan die van het ministerie van Defensie. En dat is toch raar. Dus dat is al een heel interessante. En een tweede is ook, vond ik op een gegeven moment een heel leuke. Het is een detail, maar het geeft wel iets aan over het belang van semantiek en hoe makkelijk je het toch met elkaar over verschillende dingen hebt. Was op een gegeven moment dat we aan tafel zaten en kwam het begrip duiker ter sprake. Nou, en voor de mensen die werken in de onderwaterwereld, die weten dat een duiker slaat op een stuk pijp wat twee waterlichamen onder de grond met elkaar verbindt. Maar voor de brandweer en de politie en defensie zijn duikers vooral van die mensen met zo'n zuurstoffles op hun rug die onder water rondzwemmen. Nou, en dan ben je met elkaar in gesprek en dan duurt het toch zeker anderhalf, twee uur voordat we door hebben. Hey, maar als jullie het over duikers hebben, hebben jullie het over andere soorten duikers dan dat wij het over duikers hebben. Nou, dat soort spraakverwarringen. Alleen al daarom moet je met elkaar rond de tafel gaan zitten. Nou, de Digital Twin onder water zijn we nog mee bezig. Heeft op dit moment enige vertraging gekregen. Omdat Defensie was een van de grote trekkers samen met ons hierin. Defensie heeft op dit moment andere dingen aan hun hoofd vooral. Dus hun prioriteit om nieuwe trajecten op te starten is niet heel hoog. Dat heeft vooral met ook Oekraïne te maken natuurlijk. Dus dat is op dit moment even op een wat laag pitje. Maar hier gaan we wel zeker mee door. Want de resultaten zijn wel veelbelovend. Nou, dan iets over SAFE. SAFE Rotterdam 3D. Het
basisgedachte achter SAFE is dat we in Rotterdam natuurlijk heel veel hoogbouw hebben en de brandweer alleen maar beschikt over 2D informatie. Dus op dit moment is de situatie dat als ergens een incident is in de stad, zoals de brandweer dat noemt, dan worden zij dus gebeld om naar dat incident te gaan. En dan hebben ze zo 5 tot 8 minuten aanrijdtijd om van de kazerne op de plek van het incident te komen. En in die 5 tot 8 minuten moeten ze een zogenaamd aanvalsplan maken. Een plan over hoe ze dat incident te lijf zullen gaan. Nou, en voor dat plan, wat ze dan moeten maken op de achterbank van de auto, hebben ze een tablet. En op die tablet hebben ze van alle gebouwen in Rotterdam, van de begane grond, een 2D plattegrond. Nou, maar wat ik al zei, in een stad als Rotterdam met veel hoogbouw is alleen maar een plattegrond van de begane grond in 2D wel heel summiere informatie. He, kan dat nou niet beter? Nou, en dat is eigenlijk wat we in SAFE proberen. Dus we proberen verschillende 3D elementen bij elkaar te brengen. Dus 3D bovengrond, ondergrond. He, daar heb je meer. He, 3D indoor, 3D outdoor. He, en 3D in combinatie met real-time data. He, want zoals je ziet, zoals je net de video hier rechts nog kunt zien, er ligt daar een schip. Een cruise schip. En we hebben een pilot gedaan hier rondom het hoofdkantoor van de brandweer. Waar die doos overheen zat die je ziet. Nou, en daarnaast ligt dus een cruise schip. Als er dus een incident is in dat kantoor, dan maakt het voor de brandweer heel erg veel uit of daar wel of niet een cruiseschip ligt aangemeerd. Want ja, dat scheelt pakweg 6.000 tot 8.000 mensen op die kade die daar dan rondlopen of niet. Dus dat maakt nogal uit. Dus de real-time informatie is voor de brandweer heel erg interessant. En nog interessanter zou het zijn als ze weten hoeveel mensen er real-time in dat gebouw zelf aanwezig zijn. Nou, en dat laatste is natuurlijk ook weer een heel interessante vanuit privacy optiek. Want hoe ga je dat nou doen? Er zijn natuurlijk meettechnieken waarin je tot de vierkante meter nauwkeurig kunt weten waar iemand uithangt in een gebouw. Met wifi, driehoektrekking of zo, dat soort zaken. Alleen dat is ook nogal privacygevoelig. Je kunt je voorstellen dat als iemand op de wc zit, alweer 20 minuten, dat je dat liever niet wil dat zijn baas dat ook weet, dat hij alweer 20 minuten op de wc zit. Dus dat is best privacygevoelig. Het grappige is overigens dan weer wel dat op het moment dat de pleuris uitbreekt en de brandweer dus beneden de toren binnenstormt, dan ben je wel weer dolblij dat de brandweer weet dat jij op de wc zit. Dus dat is ook het fascinerende aan privacy. Dat privacy heel vaak nog gaat over het mag wel of het mag niet. Terwijl privacy de werkelijkheid heel erg gaat over de omstandigheden waaronder. Dus het gaat niet over of die data dat ik op de wc zit wel of niet gedeeld mag worden. Het gaat erover dat die data alleen maar gedeeld mag worden als de omstandigheden daarna zijn. Ja, het voelt natuurlijk wel heel erg als Big Brothers watching you. Dingen, ja. Ja, maar tegelijkertijd ben je dolblij als de brandweer weet dat jij op de wc zit. Als de pleuris is uitgebroken in dat gebouw. Ja. En dan wil je het van de daken schreeuwen dat je op de wc zit. Dus dat is, ik durf de stelling aan dat er van mij geen data zijn. Of dan gaat het een medisch dossier, maakt niet uit welke data dan ook er van mij zijn. Die ik niet zou willen delen als de omstandigheden er naar zijn. Er zijn geen data waarvan ik op voorhand zeg die wil ik wel of niet delen. Voor bijna alle data geldt, ja, maar met wie dan, en wanneer dan, en waarom dan, en hoe dan? Natuurlijk wil ik met mijn dokter mijn medisch dossier delen. Dat wil ik niet met iedereen, maar wel met mijn dokter. En zeker als ik hem opbel omdat ik klachten heb. Ja, maar dat is voor iedereen natuurlijk ook weer anders. Dus, dat is voor iedereen weer anders. Hoe ga je daar een grote gemene deler van verzinnen? Nou ja, daar zul je dus met elkaar afspraken over moeten maken. En op termijn hebben we misschien zoiets als een datakluisontwikkeling. Web 3.0, waarin mensen meer controle van eigen data komen. Dan kun je het misschien ook nog eens op een andere manier inregelen. Maar daar moeten we inderdaad dus heel erg naar kijken. Hoe ga je dat nou goed inregelen? En je ziet dat de huidige wetgeving op dat vlak, de GDPR, AVG, is een goede eerste stap. Maar is nog veel te veel gericht A, op enkelvoudige datasets en B, op het aan de voorkant wel of niet privacy-proof maken van een dataset. Terwijl de werkelijke privacy zit niet zozeer in van het is wel of niet privacy-proof die dataset aan de voorkant voordat je hem gaat delen, als wel van onder welke omstandigheden, met wie wordt die wanneer gedeeld. Dat zou eigenlijk veel interessanter zijn. En door op die manier naar privacy te kijken, het voert misschien van nu te ver, ga je in mijn optiek veel realistischer om met privacy, want nu is het heel vaak ook schijnzekerheid. Want dan maken we die datasets aan de voorkant allemaal AVG-proof. Nou, dat is eigenlijk doodzonde, want moeten we zo ontzettend slopen om elke potentiële vorm van misbruik vervolgens tegen te gaan en dat de waarde van die dataset enorm omlaag is gegaan. Maar goed, dan is je dus uiteindelijk AVG-proof. Alleen het lullige blijkt, en dat bleek al jaren 5 geleden toen in een samenwerking tussen Amsterdam en Google.
He, dat Google had op dat moment geloof ik 14 datasets nodig. Allemaal AVG-proof. Door over elkaar heen te leggen. Om vervolgens toch weer de sleutel te hebben om ze allemaal te kunnen decoderen. Dus het is namelijk ook nog eens een keer schijnzekerheid. Dus dan denk ik, laten we kijken hoe we daadwerkelijk daar dan mee om kunnen gaan. In plaats van in een soort schijnvorm. Okay. Maar goed, voor nu voert dat te ver. Dit is dus wat we weten. Nou, en die toepassing, die zetten dus nu primair in voor het primaire proces van de brandweer. Dus dat ze dus op weg naar een incident over die betere informatiepositie beschikken. En daardoor dus een beter aanvalsplan kunnen maken. Maar het grappige is dat je dat dus ook vervolgens in andere fasen van het veiligheidsproces kunt inzetten. Dus dat wil zeggen, je kunt ze dus niet alleen tijdens het incident zelf inzetten, maar je kunt ze ook al inzetten om aan de voorkant te oefenen met bepaalde incidenten. Dus stel dat er in dat gebouw een incident gaat plaatsvinden, hoe gaan we er dan mee om? Situaties. Of nog eerder, al in de bouwfase. Dat er een gebouw gebouwd gaat worden, zitten er al voldoende de veiligheidsaspecten er allemaal in. En hebben daar wel voldoende rekening mee gehouden. En helemaal als laatste, en dat is op dit moment werkelijk waar de huidige situatie. Dus de veiligheidsregio doet alles in 2D, wat ik net zei. Dus ze hebben hun informatievoorzieningen allemaal in 2D. En als er dan daadwerkelijk een incident is geweest in een gebouw, en ze gaan dat gebouw naar de hand dan onderzoeken over hoe het incident heeft kunnen plaatsvinden, voor dat onderzoek gaan ze dat gebouw in 3D nabouwen. Dus ze gaan dan een 3D-model maken van een gebouw dat er niet meer staat. Om het onderzoek te kunnen doen. Nou, doe dat gebouw dan meteen helemaal aan het begin van de keten alle 3D bouwen. En dan kun je het gewoon de hele keten gebruiken. In plaats van dat je het aan het eind alsnog gaat doen. Als het is afgebrand. Dus nou ja, op die manier denken we dus dat we daarmee de brandweer heel erg kunnen helpen. En we zijn op dit moment ook daadwerkelijk dit nu bij de brandweer operationeel aan het implementeren. Dus het wordt daadwerkelijk een operationele toepassing. We hebben nog een paar minuutjes. Nou, die grensloos waterlandschap samenwerking. Nou, daar heb ik straks wel even kort over gehad. Die sla ik verder even over. En dat brengt me dan bij inderdaad nog even een overzicht over waarvan ik denk waarom de Digital Twin heel erg nuttig is. Nou, ik kan daar vrij snel doorheen hoor. Dus het geeft richting en betekent aan het Open Urban Platform. Het Open Urban Platform zien we als infrastructuur. Maar dat zegt nog niks waarom je die infrastructuur zou gebruiken. Wat gaat die dan doen voor jou? Hè? Wat heb jij er dan aan? Nou, we bieden daar een Digital Twin aan. En daarvan denken we dat je daar wel degelijk iets aan hebt. Nou, het visualiseert dus die verschillende staten. Het biedt een gemeenschappelijk en deelbaar punt voor samenwerking. Een basis voor alle slimme toepassingen, zoals gezegd. En ook nog een interessant, het bevordert het ecosysteem denken. En wat bedoelen we daarmee? We hebben in Rotterdam een fantastisch watermodel. Wat heel mooi laat zien dat als een bepaalde dijk doorbreekt, hoe snel dan de stad overstroomt en hoe ver dat water dan komt en hoe hoog. En nou ja, en dan kunnen we allemaal verschillende scenario's opmaken en dergelijke. Een fantastisch mooi model. Aan de andere kant hebben we een fantastisch mooi verkeersmodel. Wat precies de capaciteit van de wegen kent en hoeveel auto's er overheen kunnen rijden, met welke snelheid en hoe snel de afwikkeling dan gaat van die auto's, van die weg, et cetera. En dan kunnen we ook al een fantastisch scenario zo maken dat als een bepaalde weg wordt afgesloten, nou, noem het allemaal. Maar wat op dit moment nou heel ingewikkeld is en wat ik nou eigenlijk heel erg interessant zou vinden is, hoe zit het nou met de capaciteit van die weg als die bepaalde dijk doorbreekt? Ofwel, dat die modellen dus met elkaar gaan praten. Nou, en dat is op dit moment nog onmogelijk. Nou, en wij denken echt dat een Digital Twin daar heel erg kan helpen. Hè? Want die Digital Twin kan ervoor zorgen dat die beide modellen uit dezelfde werkelijkheid gaan werken. En ze kunnen ook nog eens een keer de resultaten weer terugleveren aan die Digital Twin, waarna de andere toepassing kan oppakken. Nou, op die manier krijg je dus veel meer een ecosysteem denken. Nou, het stimuleert het belang van generieke, schaalbare, beheerbare databronnen, een consistente gebruikerservaring. Nou, en het biedt ook hele nieuwe mogelijkheden voor participatie en wat we dan noemen citizens empowerment. En uiteindelijk stimuleert het ook economische innovatie. Nou, dit gezegd hebbende en gezien de tijd, dan denk ik dat ik het hierbij laat. Ja, ik vond het echt heel, heel mooi. Een inspirerende manier van kijken en werken met je stad. En ik hoop dat jullie er ook wat van mee kunnen nemen in je eigen praktijk. Dankjewel Roland voor je mooie verhaal en dank jullie allemaal voor je vragen en je inbreng en je betrokkenheid. Opnamen zijn binnenkort op onze website te vinden. Volgende maand komen we weer bij jullie terug. We zijn nog even aan het puzzelen met de onderwerpen die daar ter sprake kunnen komen. Voel je vooral ook vrij om zelf onderwerpen aan te dragen. Hè? Daar gaan we gewoon ook mee aan de slag.
Er is mij niets anders dan jullie allemaal een hele fijne dag te wensen en heel graag tot een volgende keer. En dank jullie wel.